In 1959 werd de film Hiroshima Mon Amour gemaakt. Het was de eerste film van regisseur Alain René en hij maakte daarmee ook meteen een meesterwerk. Het scenario is geschreven door de Franse schrijfster Marguerite Duras, ook geen onbekende. Het gegeven van de film is betrekkelijk eenvoudig. Een Franse actrice is voor filmopname in het Japanse Hiroshima en in haar vrije tijd bekijkt ze de gevolgen van de atoombom die daar viel. Ze wordt verliefd op een Japanse architect en die verliefdheid roept herinneringen in haar op aan haar eerste liefde. De liefde voor een Duitse soldaat in de Tweede Wereldoorlog. Heden en verleden vloeien dan in elkaar over. Hiroshima, Mon Amour.